deze dingen. Wie vertelt mij wat dat is? De hondjes liggen te slapen. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ik ben al enige tijd eruit, tenminste wat heet enige tijd. Ik schrok wakker om 1:01. Mijn horloge staat niet goed, stond ook niet goed, stond een hele andere tijd goed. Ik weet bij ogenblik niet hoe dat is gekomen, maar in ieder geval. Ik heb hem weer goed weten te krijgen, maar ik schrok wel. En ik heb gelijk een maagtablet ingenomen, anders mag ik niks eten, niks drinken. Dan moet ik een half uur mee wachten. Maar in ieder geval als eerste, dat vergeet ik weer, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en maar ook omdat Astrid om 2:30 al zou komen. Toch? Ja, toch? Ja, 13:30 is 2:30. Nou, dan mag ik er wel uit. Maar ik moest ook naar de zitting. Weet je wat? Hup, naar beneden in mijn pyjama gewoon. Ja, jas aan. Pst, naar buiten toe. Poort los, verslot. Tuindeur ook niet, maar slot. Toen naar de wc, toen naar boven. Nou ja, niet veel later was ze er al. En toen ik boven uitgenodigd, kon ze gelijk de douche in. En die is even bewonderen, want dat staat die nieuwe wasmachine natuurlijk. En de vloer die was al schoongemaakt gisteren, dus ja, helemaal top. Nou, ze heeft hem helemaal bewonderd en gedaan. En ze vond hem prachtig, de wasmachine. Hey, ja, want het ziet er heel mooi uit. Want ze moeten wel doorhebben hoe dat gaat allemaal, want ik wist dat er niet. Nou had ze, want zij kan de kleine lettertjes allemaal lezen. Nou, ik dus niet. En toen heeft ze het uitgelegd hoe en wat. Dus ik was altijd op eco. Nou, dan heb je ook weer 1, 2, 3, 4 standen bij. Dat, nou ja, ik heb dus, ze staat mooi op 40. Helemaal perfect. En dan, ja, enkel, ik heb ook nog een allebei die wasmachine gisteren gekregen. En wat dat is, zijn er 4 stuks. Ik pak er 1. En deze dingen. Wie vertelt mij wat dat is? Ik weet het niet. Als jullie het weten wat dat is, dan mogen jullie het mij vertellen. Ja. Het zijn poten, dacht ik, maar waar, er zitten toch poten onder, wat heb ik er nou nog vier? Ik heb dit nog nooit meegemaakt en het is me ook niet verteld en het staat ook niet in het boekje weergegeven. Heel raar dus. Ja, dit. Ik ook niet. Zo, ik weet het echt niet. Nee. Dus ja, dat moet opgeruimd worden. Maar in ieder geval, hij draait nu, er zit nou een was in. Maar ik ben benieuwd of ik het goed gedaan heb. Ja, en hoe lang die erover doet. Ik heb niet op de klok gekeken, want dan let ik nooit op dat ding moet draaien, punt, klaar, weg. Ja, en als hij klaar is, dan hevel ik het over naar de droger, punt. Ja toch? Ja. Maar oké, ik heb de computer opgestart en ik moet Mary even appen dat ik er ben, maar dan heb ik de telefoon weer nodig. Maar ik had aan 1 stuk doorgeslapen. Nou, dat was in de krant dat ik geslapen heb en aan 1 stuk door. En daarom, ja, pas 1 minuut overeen schrok ik wakker. Ik denk, wow, dat mag niet. Wekkers niet gehoord. Welke mijl gezet had, maar niks gehoord. Ik denk, nou, heb ik het nodig gehad? Ja, toch? Ja. Maar de honden zijn al uitgelaten, mijn huis is al schoon, achter die is al lang alweer weg en ja, ik ga weer een lekker bakje koffie maken, wat vind je daarvan? Ja, en Mary even appen dat ze kan komen, nou, dan zal ik wel weer eventjes jullie erbij pakken, ja. Of niet, het ligt eraan waar ze voor komt. Is het privé, dan gaat het jullie lekker niks aan. Is het niet privé, dan mogen jullie er wat van weten, ja.
Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag en hou die sneeuw alsjeblieft daar. Niet laten komen, nee, want dan kan ik niet met mijn hondjes lopen. Dan moeten jullie bij komen om dat te gaan doen, oké? Ja, dan nodig ik jullie van harte uit om bij mij te komen om de honden uit te laten. Want met sneeuw durf ik er niet uit, nee. Of je moet komen met een auto, met een sneeuwschuiver ervoor en dat die mijn looppad, wat ik beloop, even schoonmaken. Ja, doen hoor. Dat doen hè dan. Ja, gewoon doen. Kom je maar hier naartoe. Ik heb één logeerbed en er kan één persoon op slapen. Of je moet spriet maken, weet je, dan kunnen er nog twee erop. Ja. Maar ik zou maar, je kan altijd blijven slapen. Simpel. Vooral omdat je om 9 uur weer binnen moet zijn. Ja, nou ja. Ja, ik niet hoor. Ik heb honden, dus maar... Ja, als je met me meeloopt, heb jij ook op dat moment een hond, ja. Hebben we beide een hondje op dat moment. Maar je bent welkom. Laten we daarop houden. Maar ik heb liever dat je de sneeuw bij je houdt. Ja, niet hier in een helder. Nee, wil ik niet hebben. Maar oké, lieve vrienden, het is nou nog steeds grijs-grauw en het is momenteel gelukkig droog. Maar het heeft al best veel water naar beneden gekomen. Ja, echt wel. Maar oké, ik zou zeggen geniet ze. En tot straks. Doei. Ja, ik zit hier voor mijn pc. En ik ben met mijn blad bezig. Ik kan hem nou niet draaien, want ik heb hem op mijn duim staan. En mijn vingers erachter. Ik heb tot 5 uur, even 5:05 de tijd. Ervoor. Daarna moet ik me weer klaarmaken om weer een tas te halen van Too Good To Go. Dus die gaan we weer samen uitpakken. Mary die heeft er ook een besteld bij haar in de buurt en als zij die heeft komt deze kant weer op. Dus ja, helemaal leuk. Ja, en er moet nog wat gedaan worden met een andere vlog die ik eigenlijk al online, die staat al op Facebook, op YouTube, maar die halen we er weer even af, want daar moeten we nog even mee bezig. Er is ook iets niet goed gegaan met me door. Daar helpt Karen mij gelukkig mee en dat komt ook goed. Ja, de hondjes liggen te slapen. Lieve. Ja, ik heb Sophia. Maar oké, lieve vrienden, dat wil ik even laten weten dat ik hier allemaal lekker mee bezig ben en het gaat allemaal goed komen. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben er weer. Hoop toestanden weer gebeurd in een korte tijd. Ik wist dat Mary zou komen, maar ja, die is met dat dinkietooitje van er. Dus dat gaat een beetje harder en een beetje sneller enzovoort. En de apotheek die zou komen. En even denken, ik heb eerst weer gebeld naar de apotheek. Ik zeg zo en zo, ik moet ook nog weg. Ik zeg, hoe doen we dat? Nou, is ze er nog niet geweest? Ik zeg, nee, ze is nog niet geweest. Als we een briefje door de brievenbus hebben gedaan, dan mag u ons weer bellen als mijn voorzitter is. En dan zal ik ervoor zorgen dat ze het alsnog weer brengt. En die vrouw die mag mij niet meer, om de doodeenvoudige redenen dat ik nu meer loop. Dus ik kan het ook zelf halen. Nee, dat gaat niet altijd. Ik kan het niet altijd zelf halen. Ook mijn lichaam die zegt wel eens van nee, hoog, stop, niet verder dan zo ver. Ja? Mijn boodschappen doe ik ook met de scootmobiel. En dan heb ik niet tijd meer om dat allemaal nog te doen. Nee, en ten tweede, ik heb het op bezorgen laten zetten. En ze bezorgen altijd. Mits het gewoon niet anders kan, dan haal ik het. Maar in ieder geval, ik was dus naar de FOMAR. Maar in die tussentijd kwam Mary hier. Enkel die was niet binnen, want het huis is al gesloten. Maar... ook zij komt van de apotheek. Ze zegt, nou, geen maar aan mij, want ze komt zo thuis. Ze is even naar de FOMAR. Ik wacht op haar. Nee, en dat mag niet. Wat mag niet?
Dus ik heb weer dat betekent gebeld. Heb het doorgegeven van mijn vriendin, die staat speciaal buiten te wachten voor haar. Ik zeg eens, ze krijgt het niet eens. Ik zeg, wat is dat voor bullshit? Ik zeg, dit vind ik helemaal niet correct. Nou ja, in ieder geval. Maar in ieder geval, nou, ze is ook bang, denk ik, van Elwing. Dus hoe wordt het wat erop? Ze durft die beest niet meer binnen te komen in deze... Alsjeblieft. En ze loopt weg, maar ze zei nog wat. Maar wat weet ik niet, heb ik niet gehoord. Ik heb niks gezegd, dus bekijk het maar. Maar in ieder geval, ik zal die even weghalen. Die even daar en hier leggen. En jullie een beetje draaien. En ik ga jullie kantelen, want het allemaal weer, want daar staat een tas. Ja, zien jullie hem? Ja. Nou ga ik hem weer rechtig zetten, want ik zie nou niks. En dan kan ik nu zien dat ik niet vals speel. Zo, dan moet ik de tas een beetje dichterbij hebben. Ja, Elwin. Ja. Waarom wil je niet schuiven? Dat niks tussen. Maar hij wel niet. Nou, zo. Niemand erbij. Geen poesjebeest. Nou, tas open. Kijk naar jullie. En ik doe een graaiend voor een bakje. Wat erin zit, weet ik. Gezien? Een Ierse steek. Moet ik iets straks gelijk bakken? Ja, want ik heb geen vlees in de pijn. Ik gelijk twee. Luister goed en huiver. Hou je vast. Ik betaal 4,99. Normaal 5,09 €. Afgeprijsd naar 3,31. Maar je moet die 5,09 € hebben, hè? Je weet het. Nou, dan gaan we weer. En ik heb de kom staan, wordt ook koud. Gerookte kup lunchsalade. Dat is ook lekker. Ja. Ook lekker, gaan we weer. Kost het eigenlijk? Die kip ding is 3,49 €. Afgeprijsd met 2,27 €. Maar die 3,49 €. Nou, 5,09 € plus 3,49 €. Zou ik nooit van mijn leven daar zelf kopen? 7,12 €. Bio kip duisfilet. Het is dan al afgeprijsd naar 4,63 €. Maar alsnog, ik vind dat krijgen duur. Dat koop ik niet. Mijn arme portemonnee. Gaan we weer een graai doen. Twee kleine bakjes aan elkaar vast op mijn vinger rustend. Ah, maar dat is ook lekker. Amerikaanse filet met chipotjes. Lekker, lekker, lekker. Voor brood. Of voor toast. Nou, maar dat is het laatste. Dat is een pak. Vol melk lust ik niet. Ik lust geen melk meer. Haha, maar de dieren wel. Ja, dus die krijgen lekker melk. Nee, ik heb vroeger te veel gehad van de melk. Dan zou ik het nog wel gelust, maar ik lust het echt niet meer. Mijn liefhebbende papa, mijn stiefpapa, die werkte bij een boer als knecht. En die nam iedere dag verse melk van de koe mee. En dat was het afromen. Daar moest ik plarren van maken. En dat kregen we iedere dag, 's morgens vroeg, een half liter melk. Want we hadden van die marinebekers, er kon een half liter in.
Dus morgens vroeg, tussen de middag uit school vandaan, gingen we weer naar school, kwamen we 's middags weer thuis, weer een half liter melk. S'avonds voor of na het eten een half liter melk. Voor het slapen gaan een half liter melk met een anijsblokje. Dat is 2,5 liter per dag. Maar mijn diertje wel. Ja hoor, maar ik ben hier al blij mee. Ik ga dit gelijk bakken straks. Groenten van gisteren, nou dat erbij, nou dat gaat in de vriezer, dat eten we morgen. En dat kan op brood. Hoppie, want hier zit al een kip in, dus dat hoeft niet. En nootjes. Lekker, lekker, lekker. Top. Ja, nou ik leeg. Ben er weer blij mee. Ja, helemaal top. Dus ja, lieve vrienden, ik ga zo meteen weer aan de doppertjes met worteltjes en gebakken sippeltje. En ik had er ham in stukjes geplakt, gewoon ham wat je brood doet, had ik er stukjes gedaan en dat ook gebakken bij de sippeltjes. Ik heb toch vlees, ik had verder helemaal nergens zin in en daar heb ik nog wat van over, dus dat eet ik lekker op met dat vlees erbij. Wat ik ook nooit verkoop, want dat is veel te duur. Ik zeg weer nog wat, mijn hemel. Maar na er nog wat toe. Nee, dat doe ik niet. Echt niet. Ik ga mijn koffie opdrinken. En het is bijna 6 uur. Ik moet nog een vlog afmaken. Ik heb nog een hoop te doen. Dus ja, het komt allemaal goed. Lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Kom ik nog terug, weet ik. Durf niet te zeggen dat ik vanavond nog terugkom, kom ik niet terug. Alvast wel terusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En dan is het zaterdag. Ja, 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 ja. Gaat allemaal weer reuze snel. En we zien wel wat voor weer we het zullen krijgen. Je hebben het over dat het gaat winteren. Nou, eerst zien dan geloven. Ik hoop niet dat het hier in Den Helder zoveel sneeuw overlast komt, want dan kan ik niet lopen. En nogmaals, ja, kom dan maar hoor. Ja, dan staat boven wel nog een bed om te logeren. Maar dan mag jij mijn honden uitlaten. Oké? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En doe ik verder ook. En komt allemaal goed. Zeg, tot dan. Doei!